is in the world. Say, heavenly treasures, heavenly treasures and powers. What? Working in me. Greater is he that is in me. Greater is he that is in me. That is in the world. Come on. Blah, 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 blah. Say, heavenly treasures and powers. Working in me. Hey, say, clap your hands and sing. Say, heavenly, say, heavenly treasures and powers working in me. Greater is he that is in me, say, greater is he that is in me, that is in the world. Say, heavenly, heavenly treasures and powers working in me. I am victorious.
Provider. Jesus is my provider. Let's sing. According to his riches and glory.
Yes, geweldig om hier te zijn op Rotterdam Centraal. Vandaag even de grootste kerk van Nederland. Toch? Hey, normaal moet je heel lang sparen om zo'n grote kerkzaal te krijgen. En vandaag hebben we hem met reclame en alles erin. En ook nog eens een goede verbinding met de metro. En uitstekende verbinding met de trein. Waar vind je hem nog in Nederland?
En we zijn hier gewoon om mooie liederen te zingen die de naam van Jezus verhogen. En dit is onze ervaring, het is nu de 7e keer dat we zijn op een station. En dit is onze ervaring uit de vele reacties die we krijgen, dat mensen aangeraakt worden gewoon door de kracht van de liederen en door de kracht van gospel, van worship, van aanbidding. En we zijn God dankbaar dat we dit kunnen doen. En we zijn ook de Nederlandse Spoorwegen dankbaar dat we deze plek kunnen huren, dat we hier kunnen filmen. En er zijn natuurlijk ook wat restricties, dat is, zo gaat het nou eenmaal. Maar wij vieren de geweldige vrijheid die er ook is. En het is onder andere dat we liederen kunnen zingen tot eer van God. En dat doen we vandaag hier met Presence Choir. Presence Choir bestaat uit heel verschillende personen. En elke keer weer nieuwe groepjes. En zo gaan we vanaf volgende week gaan we naar de Antillen toe. Naar Bonaire en naar Curaçao en Aruba. Zijn er mensen van de Antillen? Hier, ja. Ja. Dus we gaan dan naar het Wilhelminaplein in Kralendijk. Waar komt u vandaan, mevrouw? Geboren op Curaçao. Geboren op Curaçao. Yes. En getogen in? Den Haag. In Den Haag. Ja. Mag ik mee naar Curaçao? U mag met mij mee naar Curaçao, ja. Ja, ja zeker, ja. Ik ga alleen morgenochtend al. Ja, nee, dus we zijn morgen, of ik bedoel vanaf volgende week, zijn we daar. En dan gaan we hetzelfde doen als hier. En ik wil ook thuis uw gebed vragen, want dingen gaan natuurlijk niet allemaal vanzelf. We hebben geloof nodig om dat te doen. En om daar ook op de pleinen te staan en in de gevangenissen te kunnen. Dus als u daarvoor wil meebidden, geweldig. Net zo mooi als wat we hier op de stations mogen doen. En Elvis, welk nummer gaan we hierna? We magnify your name. Oh wow, magnify your name. Glorify your name. Yes. Glorify your name. Oh God. Come on, Presence Choir, sing. We magnify, sing. We magnify your name. Glorify your name. Glorify your name. Oh God. Oh God. Iedereen kunnen meezingen, dat is alles. We magnify, sing. We magnify your name. Either here we glorify. Glorify your name. So, oh God. Oh God. Het is alles wat wij gemaakt zijn om te doen. Om zijn naam te loven en te prijzen. We magnify your name. Come on, say. Glorify your name. Dat is de reden waarom we hier zijn vanavond. Zijn naam te verhogen. Split. We magnify your name. We magnify your name. We glorify your name, Jesus. Glorify your name. Oh God. Oh God. Er is geen andere naam als de naam van Jezus. We magnify. We magnify your name. We glorify your name. Glorify. Your name. Say, oh God, oh God,
Misschien is het een mooi moment om jou weer erbij te hebben. Heb je nog een microfoon? Het volgende nummer gaat over onze geloof in de hemel. En in het Engels zegt ze dat na dit leven, dat het een ander leven is. Dat is een leven van eeuwen. En daar is veel voor ons klaargemaakt. Zoals mensen die geen huis hebben, daar heb je wel een huis. Dus dat is wat wij nu gaan zingen. Dus als ik zeg, I've got a mansion, dan zeg je dat. Dan zeg je, I believe. Kunnen we dat even oefenen? I've got a mansion in heaven. I believe. Voor de mensen die, nog, die Jezus nog niet kennen, luister gewoon mee. Dans lekker mee, maar niet. Maar straks, wie weet wat je beslissing zou zijn. Dan heb je ook wel inbeloofd in de hemel. Is hij? Wat vind je ervan, Wim? Yes. Ja, Jezus zegt, er zijn vele, nou, het is een huis met vele kamers, hè? Nee, ja, precies. Heel veel ruimte. Ja, precies. Ja, dus ik denk dat er voor niemand woningtekort is, ja. Toch? Nee, zeker niet. Dus dat is de volgende nummer. En de gasrekening is denk ik ook? Is gratis. Is gratis. Ja, halleluja. Doen jullie mee? Yeah. Rotterdam, ik hoor jullie niet. Doen jullie mee? Yeah. Say ja. Yeah. Halleluja. Oké, okay, here we go. 1, 2, 3. Clap your hands. Up your hands, say yeah, yeah. Rotterdam, come on, louder, say yeah, yeah. Here you go, say, I've got my mansion now, oh, I believe, oh, I believe, oh, I believe, hey, I've got my mansion now, oh, everybody just clap your hands. Come on. Everybody by faith say. By faith. Either they say by faith. By faith say. By faith. Lord, Lord, yeah. By faith say. By faith. By faith. Here we go. Say. By faith. How you mean say? By faith. Don't get by faith.
By faith. By faith. By faith, faith. By faith, faith. Faith, faith. By faith. Het is de laatste avond natuurlijk op daarom, station. Daarom, dus, hey, we gaan los. De nacht is nog lang. Say. Everybody needs compassion. Love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. My ghost and conquered the grave. Jesus conquered the grave. I believe.
deze het vertrouwen dat we hebben in God uit te spreken. En nou is het goed om het gewoon nog een keer te zingen. En dat hele prachtige lied, It Is Well With My Soul. En misschien ben je hier en je denkt van ja, het is goed met mijn ziel. Bij mij is dat niet zo. En kijk dan gewoon even iemand naar iemand die dat hier gewoon vol overgave zingt. En ga gewoon naar zo iemand toe. En spreek me gewoon even aan en zeg dan van joh, ik hoor hier geweldige klanken. Ik hoor hier geweldige, prachtige muziek tussen de reclame voor Rockstar Energy Drink en de metro. En de stationskamer en allerlei reclames hier. Hoor ik iemand zeggen, it is well with my soul. En dan tijdens deze prachtige klanken van deze muziek, is dit een mooie gelegenheid om gewoon naar iemand op het station hier toe te gaan. En te zeggen, joh, ik zie dat het goed gaat met je ziel. Ik wil dat ook. Kan je mij daarbij helpen? Dus vandaar dat ik dacht, laten we dit gewoon nog een keer zingen. Ja hoor. Yes. When sorrows like sea.
Psalm 103 zegt, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, van zijn goedheden, betekent dat. Hij die al je ongerechtigheid vergeeft, die al onze ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, jou kroont met goedheid en barmhartigheid, geduld. Barmhartigheid betekent dat het zachte hart van God, die niet is gekomen om te oordelen, maar om te redden. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten, ook hier in Rotterdam. Toch, ook in Rotterdam. Hij heeft aan Mozes vroeger zijn wegen bekendgemaakt en aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig, geduldig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Ook deze wereld zal er niet altijd voor altijd ter verantwoording roepen. Hij is geduldig en meelevend en tegelijkertijd roept hij ons ook. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde. Nou, die is eindeloos, toch? Halleluja. Zo is zijn goede tierenheid en macht over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. En zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Nou, hoe ver is het oosten van het westen? Dat is eindeloos, toch? Hey, kunnen we dat zelf allemaal doen? Het oosten en het westen. Doe eens even onze armen naar het oosten en het westen. En als je daarnaast iemand staat, wat gebeurt er dan vanzelf? Ja, dan gaat het zomaar. Zo is de liefde van God. Zover als het oosten is van het westen, dat gaat eindeloos door, zo doet hij onze overtredingen van ons. En er was een oude vrouw die vroeger in de concentratiekampen zat, in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, Corrie ten Boom. En ze zei van ja, als je zonden zijn geworpen in de diepte van de zee, dan staat er een bordje bij, verboden te vissen. En zo is het ook wanneer God onze zonden van zich doet. Die worden ver weg gegooid in de diepte van de zee. En we hoeven niet meer te vissen. En daarom zeggen we, groot is uw trouw, Heer. Iedere morgen is die trouw nieuw. En ook deze avond hier vanuit Rotterdam. Wees gezegend thuis. Stuur de link van deze livestream even door naar familie en vrienden. Zodat velen mee kunnen genieten van wat hier op Rotterdam CS gebeurt. Want groot is de trouw van de Heer. Elke morgen zijn zij nieuw. Halleluja. Deep high.
and clap your hands, everybody. Ik wil zingen en juichen. 1, 2. Ik wil zingen en juichen. In aanbidding mij blijven. U de Heer, de Heer. U mijn God, Heer. Ik wil zingen en juichen.
Vrouwen? Alleen de stem even doen, alleen de vrouwen? Ja? Zijn jullie er klaar voor, vrouwen? 1, 2 en 1, 2, 3. Ben ik koning? Luider. En de hoogste heer, u de machtigste. Kom op aarde neer als Emmanuel. God zal met ons zijn als het land van God. Zo volmaakt en rijk, u die leven geeft. Bij bevrijding gaf, u voor eeuwig leeft. U heeft alle macht, u de Alfa Omega. Ik zal ik u zien, u mijn meester, Messias, verlosser en vriend. Met mijn vrede voort en ik leef nog een keertje. Twee en een, 1, 2, dames. U de koning. Louder. En de hoogste heer. U de machtigste. Kom op aarde neer als Emmanuel. God zal met ons zijn als een dag van God. Zo volmaakt en rijk u die leven geeft. Mijn bevrijding gaf die voor eeuwig leeft. U heeft alle macht. U de Alfa Omega. Eens zal ik u zien. Samenvoegen. Zojuist, vrouwen en mannen. Here we go. 1, 2, 3. Ik wil zingen en juichen in aanbidding. Mijn luister, u de Heer, alle Heer zijn. U mijn God in Heer, Heer. Ik wil zingen en juichen in aanbidding. Ik wil zingen, zee. En de hoogste heer, in aanbidding, mijn waardig heer, onze heer, wat zal heer zijn, in mijn God heer, zingen. Ik wil zingen en juichen, in aanbidding, mijn waardig heer. Amerika toe. Gaan jullie mee? We gaan jullie, volgende week gaan jullie wel naar de ABC. We gaan vandaag even naar Amerika. Gaan we even in? Here we go, we sing holy. 3, 2, 1. Holy, holy, holy. Say holy. Holy, holy, holy. Say holy is the Lord. Holy is the Lord. Clap you. Receive glory. Say worthy. Worthy.
Say worthy. Worthy to receive glory. Say the worthy. Worthy to receive honor. Worthy. Worthy to receive all our praise. All our praise. Praise him. Praise him. Clap it. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Hallelujah. Wie in hem gelooft vanavond, heeft ook dezelfde overwinning. Thank you. Victory belongs to Jesus. Wie gelooft in Jezus vanavond? Kom op. Wie gelooft in Jezus vanavond? Yes. Say, victory belongs to Jesus. Oh, say, who can stand against the Lord? No one can. Yeah, shout. No one will. Oh, who can stand against the King? No one can.
victory belongs to him. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus, yeah. Victory belongs to him. Everybody sings, who can stay? Against the king, no.
Yes, wat geweldig om dit hier zo te beleven, toch? Station Rotterdam. En zo gaan we door. Ook, we gaan nu nog even door, maar we gaan ook op deze manier weer door. Straks naar de verre eilanden toe in het Caribisch gebied. Maar daarna ook naar België, naar steden in België. Wat is het geweldig om te zaaien van het goede van God ook op Belgische grond. Op Vlaamse grond. Want hebben we al veel vragen gekregen van mensen uit Vlaanderen en ook Wallonië. Die zeiden, kom alsjeblieft naar ons toe. En op dit moment is hier ook rechts in beeld, is hier een gelegenheid voor u thuis ook. Om ook mee te partneren ook in, te zaaien en te geven ook in wat er gebeurt op de stations. Maar ook straks in België en ook op de eilanden, overzeese eilanden. We gaan er naartoe zonder wat te vragen, want we willen het geven als een cadeau. En het zou geweldig zijn als we vanuit Nederland deze aanbidding ook kunnen geven, ook aan andere landen, toch? En daar kunt u partner in zijn. Dank u wel voor iedereen die partner is van deze bediening. Dank u wel voor iedereen die ook geeft, ook de afgelopen maanden weer. En het is telkens opnieuw weer nodig. Wat we hier doen, dat ziet er eenvoudig uit. Maar achter deze camera staan mensen en overal, ja, dat gaat allemaal niet zomaar vanzelf. Er zijn mensen die daar hard voor werken en die we daar ook voor zegenen. En na België gaan we weer door. Met Pinksteren zullen we een grote crusade hebben, zoals we dat vorig jaar ook gedaan hebben. Terwijl een groot deel van Christelijk Nederland op een festival zit, opwekking, gaan wij de straten op om honderden zielen te bereiken met het evangelie. En vorig jaar zijn er zoveel mensen tot geloof gekomen. Mensen die hun sigaretten, hun drugs, hun alcohol opzij zetten en die het allemaal weggooiden. En die zeiden, ik wil niet en niemand anders dan Jezus. En dat is wat we met elkaar mogen doen. En dat doen we samen met velen in Nederland. En dan na Pinksteren gaan we weer de grote pleinen in Nederland op. En dan zullen we weer op de pleinen gaan zingen. En u maakt dat mee mogelijk door uw gebed en door uw gaven. Dus hier rechts in beeld ziet u dat staan, hoe je dat kunt doen. Als u hier op het plein bent en u hebt een mobieltje en u zegt van nou, ik vind het geweldig wat hier gebeurt. Pak dan even je telefoontje, ga even naar www.presence.nl. En maak mee mogelijk ook financieel wat hier gebeurt. En Elvis zal ondertussen even een stukje Bach of Chopin spelen. En terwijl u dat hier op het plein ook kunt doen, dus even uw telefoon pakken en ga naar www.presence.nl en dan drukt u op die groene knop. Elvis, ben jij trouwens klassiek opgeleid of ben je self-made man als pianist? Nou, ik heb het zelf geleerd. Halleluja. Ik heb wel klassieke invloed sowieso en ook een beetje jazz invloed. Maar ja, ik heb alles gewoon zelf geleerd eigenlijk. Ik ben Zit ik een beetje gospel invloed in of niet? Zeker, heel veel. Heel veel gospel invloed, ja. Ja, geweldig wat jij doet als koorleider in Nederland. En je hebt al zoveel plekken de afgelopen 2 jaar ingangen gekregen. En kom even naast je staan. Terwijl de mensen op het plein de gelegenheid hebben om te geven voor wat hier mogelijk is. Maar wat ik bijvoorbeeld mooi vind, Elvis. Dat is, ik weet, 2 jaar geleden toen we spraken met elkaar en toen vertelde je van ja, mijn hart is het om eigenlijk de muziek die voorheen alleen maar voor een bepaalde groep was, om die beschikbaar te maken voor gewoon de breedte van Nederland. Je bent een beetje kleurenblind, toch? Ja, zoals de Heer. Ik zie ook geen kleur, dus alles wat goed is, is voor iedereen. Ja. Zoals de muziek die wij hier maken, is ook voor iedereen. Ook graag waar je vandaan komt. Dus dat is mijn hart eigenlijk. Ja. Het is voor iedereen. Ja. Dus klopt wat je zegt. Ja, was ook... ik kan wel kleur zien, hoor, dus ik ben niet kleurblind. Maar... Hij kan heel goed zien dat hij een paarse muts op heeft. Oh ja, dat klopt, paarse muts. Nee, geel. Wow, wat ik mooi vind is dat je komt uit Nigeria oorspronkelijk. Je zingt ook wel eens in je moedertaal. Misschien wel mooi om straks even Jezus te zingen in het... moedertaal? Ja, kan wel, zeker. Edo. Edu, ja. Als zanger die vanuit Nigeria naar Nederland is gekomen, heb je al heel vroeg het besluit genomen. Ik ga niet alleen voor bijvoorbeeld mensen uit Nigeria of voor Afrikaanse mensen zingen. Ik wilde echt zijn ook voor de Nederlandse samenleving in de breedte. En ik geloof dat wat hier gebeurt is een vrucht van wat God in jou heeft gezaaid en van het geloof dat je daarin hebt laten zien. Ja, dat zeker. Dat weet ik 100% zeker, dat wat God hier doet. Ik ben maar een instrument. Het is wat een voorrecht en een gelegenheid om gebruikt te mogen worden voor zijn koninkrijk. Dus ik ben speciaal naar Nederland gestuurd. Jullie mogen klappen hoor. Ja, ik hoop dat de mensen klappen. Prima. Woehoe!
Ja, ik ben heel dankbaar. God kent mijn hart. Ik ben 100% helemaal voor hem. Dus wat een voorrecht, wat een gelegenheid om dit te mogen doen. En in Nederland, de taal moest ik wel leren. Ja, ik doe mijn best. En goed, ja, fijn om hier te zijn, om de Nederlanders te mogen dienen. En God door mij te mogen werken. Dus ik ben heel dankbaar voor. Halleluja. Nou, het lied Jezu is natuurlijk bekend inmiddels in het Nederlands en ook het Engels. Ja. Maar ik wil eigenlijk voor deze keer vragen of je het gewoon even helemaal alleen, gewoon dat coupletje in het Edu wilt zingen zonder het koor. En gewoon echt vanuit je hart zoals je het geschreven hebt achter de piano. Voor de mensen die het lied nog niet kennen, de tekst zegt: Jezu, koning die ik dien voor eeuwig. Er is niemand zoals Jezus. Dus Jezus is in mijn taal Jezus in Nederland. Dus er is niemand zoals Jezus. Er is niemand als de God die ik dien. Wie is daar ook een getuige van vanavond? Is er iemand anders die dezelfde God kent, die ik ook ken? Er is niemand zoals Hij is. Hij is alles. Hij kan alles voelen wat een gat is in jouw leven. Als je iets mist in je leven, ik daag je uit vanavond om hem de kans te geven. Trust me, je gaat geen spijt van krijgen. Jezus, Jezus, Opa, niet meer ga, weten. Jezus, Jezus, Opa, niet meer ga, weten. Ik ben meer, wie Jezus. Ik ben meer, vossa. Ni me ga ai mia noie vossa lo boa i Gesù. Sing it even in Nederlands. Jesus, can you let me sing it out? Jesus, koning die ik ding voor eeuwig. Zij Jezus, Jezus, koning die ik dien voor eeuwig. Er is niemand. Er is niemand zo als Jezus. Er is niemand als de God die ik dien. Er is niemand als de Maker, mijn Heer. Met z'n allen, laten we samen zingen. Er is niemand zoals Jezus. Er is niemand zo. Hallelujah belongs to you. Yeah. My hallelujah belongs to you.
your. Hey! Say, my hallelujah belongs to you. Oh, my hallelujah belongs to you. You deserve it.
ja, God is goed. Iedereen kan wel zeggen. Ja, God is goed. Luider. Ja, God is goed. Ja. God is goed. Ja. Voor mij. Nog een keer zeg. Ja, God is goed. Ja. Ja, God is goed. Ja, ja, ja. Ja, God is goed. Hey. God is goed. Mensen thuis denken dat het allemaal vanzelf gaat al 7 weken. Maar dat is niet zo, hè?
Het is heel bijzonder dat we hier mogen staan. Ik heb net even een gesprekje gehad met de NS. Dit soort dingen die trekken ook natuurlijk heel veel mensen aan die het evangelie delen. En dat mag inderdaad, maar dan wil ik vragen om dat even zo buiten te doen. En dat is openbare grond. En wat we hier doen is door zang en door muziek het evangelie delen. En de NS heeft gevraagd van ja, laten we de regels houden zoals we ze altijd hebben. En dat is dat het gewoon ook een beetje zo eromheen en erbuiten. En dan kunnen we hier heerlijk doorgaan. Dus ik zeg het hier even, zodat mensen om me heen het ook horen. Dus als je bezig bent om op welke manier dan ook mensen aan te spreken, doe dat buiten op het plein. Daar is alle gelegenheid voor, dus openbare grond. En dan spreken we hier de mensen eigenlijk aan door de prachtige muziek. En zo doen we het elk op onze eigen manier. En als we op de pleinen staan straks, dan is er alle gelegenheid weer voor. Want voor je thuis is het ook goed om te weten, we krijgen heel veel mails van mensen. Die zeggen van ja Wim, jullie deden dat zo mooi op de pleinen en nu doen jullie niet meer. Maar we zijn hier in de huiskamer van de NS. En het is inderdaad zoals er een stationspiano staat en twee mensen gaan eromheen staan. Dan kan je in principe alles doen wat je wil. Maar wat hier gebeurt met zo'n grote groep hier staan, dat is echt een voorrecht dat we dit mogen doen. En wij hebben ook beloofd aan de NS om ons dan ook te houden aan de regels van het huis waar we te gast zijn. En dus vandaar dat ik net begon, ook aan het begin om te zeggen, we zijn de Nederlandse spoorwegen dankbaar, we zijn God dankbaar. Maar ook de Nederlandse spoorwegen dankbaar dat dit kan met zo'n grote groep op dit moment in deze grote ruimte. En daar willen we ook onszelf en de mensen om me heen hier ook aan houden. Dus vandaar dat ik het even hier zeg, jullie horen het allemaal. Als je zegt van nou, de muziek is prachtig, maar ik heb iets anders te doen, ga dat even hier buiten doen, in de deuren hier omheen. En op het plein is er alle ruimte voor en dan gaan we hier op een andere manier door om gewoon mooie liederen te zingen. Nou, begrijpen we dat allemaal? Ik denk het wel, toch? Yes, oké. Okay. Let's go. En geen dingen achteraf, graag per mail naar ons toe. Van ja Wim, jullie doen het allemaal niet goed. En wij doen het niet helemaal zoals u het graag wil doen. Wij doen het op de manier zoals God het ons heeft gevraagd om te doen. En dat is goed op deze manier. En we zegenen alles wat op een andere manier is. En zo werken we samen in de oogst. De Heer Jezus zei dat ik u mag verheerlijken en dat ik vrucht mag dragen. En dat is wat we doen. Nou, zo, laten we heerlijk doorgaan om samen God te aanbidden.
nog niet moe? Nee. De mensen aan deze kant niet, maar deze kant volgens mij wel. Zijn jullie al moe? Nee. Oké, met z'n allen zingen we. It's the one, it's the one. Ho! It's the one, it's the one. Say. Gaan we deze avond uit en we nemen straks afscheid van dit station met I Am Victorious, toch of niet? Ja. De nummer van Elvis zelf,
krijgen veel vragen wie heeft dat geschreven. Het is homemade in ons eigen land, toch? Ja. En dat nummer gaat erover dat we in Jezus meer dan overwinnaar zijn. Nou, we gaan vanaf hier straks naar de lied en we zeggen straks tot ziens. Bedankt voor het delen van de livestream onder uw familie en vrienden. En volgende week zondagavond, dus donderdagavond is er even geen livestream, maar volgende week zondagavond om 7 uur is de uitzending vanaf het Wilhelminaplein in Bonaire. En dan de donderdag daarna, dan gaan we weer op donderdag van om 7 uur, is de uitzending hier op Nederlandse tijd in elk geval, is de uitzending vanaf het Brionplein in Willemstad. En dan weer de zondag daarna om 7 uur is de uitzending hier in Nederland en ook wereldwijd natuurlijk. Vanaf het Daniel Leo, Plaza Daniel Leo in de Oranjestad, op Aruba, op Aruba. En voor de mensen die op de Antillen wonen, de tijden daar zijn wat anders. Want we gaan het niet live uitzenden, want dan liggen de mensen hier nog in bed. Ja. Ja. Dus, maar dat horen we daar wel allemaal. Dat is niet voor hier in Nederland. Tot ziens, vanaf Rotterdam Centraal. I am victorious. Ja. Clap, clap. Where there is either, they say hidden heat, they say in the world, say, heavenly treasures and power, working in me, say, greater, where there is either, they say hidden heat, they say in the world, say, heavenly treasures and power, here we go, working in me. Tot ziens allemaal. Goede reis terug naar huis met de trein. En tot ziens op welke andere plek dan ook. Tot ziens jullie allen thuis. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het geweldig. Ik heb volgens mij te veel genoten, maar kom goed.
Nou, we hebben ook genoten, ook van jullie thuis. Tot ziens. Stuur de stream even rond. Abonneer je nog even op het kanaal. Daarmee help je het woord te verspreiden. En opnieuw danken we God en de Nederlandse Spoorwegen voor deze gelegenheid om dit 7 weken lang te kunnen doen. En Elvis, jij bedankt. Alle mensen van het koor, super bedankt. En God zegen. Bye.